We hebben een koopakte binnen. We gaan Fleet Free Drugs overnemen. Dus het koopcontract van het café, die is dus verkocht. Nou, daar zijn we dan weer. Hoi. Nou, we hebben weer wat dingetjes te vertellen en te laten zien. Ja. Ja. We hebben echt wel heel veel weer gedaan in een korte tijd. Ja, het gaat... We nemen jullie weer even mee op onze reis, op ons avontuur. Ja, we laten bijvoorbeeld Iris' laatste werkdag zien. Ja. Uit eten geweest, zitten we daar niet meer tegen. Wie, dat gaan we je laten zien. Gaan we ook laten zien. Een leuk feestje, verjaardagsfeestje, ja. Met leuke danseressen erbij. Blote billen, ja. Blijf kijken. Ja. En nog veel meer, hè? Tekenen bij notaris en rechtbank. Ja, ze is naar de rechtbank geweest. We zijn niet stout geweest, maar het moest wel even naar de rechtbank. Ja. Dus we hebben echt wel best wel wat leuke... De nieuwe eigenaar en eigenaresse. Ja, heel belangrijk. Gaan we voorstellen. Ja. En, dus blijf maar even kijken, denk ik, hè? We gaan het laten zien. Aan. Nou, laatste keer naar mijn werk lopen. Even kijken wie we aan gaan treffen. Als het goed is, collega Jolanda. Die zouden moeten zitten. Nou, gelijk goede reclame voor Roderick en zijn kantoor. G. Kokmakelaars voor de laatste keer. Even kijken. Ja, daar zit ze. Laatste dagje. Ja. Laatste keer naar mijn bureautje. We rommelen opruimen ook vandaag. Nou, we gaan eens even zien hoe het ervoor staat vandaag. Nou, ook nog bloemen, champagne van Roderick en Simone. Hartstikke blij mee. Die champagne moet even heel houden tot 3 oktober sleuteloverdracht. Dus we gaan ons best doen om hem niet aan te raken. Hartstikke lief. Nou, ook de laatste keer verkocht opgeplakt. Dat was nog een lastige ook. Ik moest helemaal aan het raampje hangen. Maar het staat erop. En dat was de laatste keer om dat te doen. Weer een laatste momentje. Het gaat snel opschieten. Nou, Iris' laatste werkdag. Ja, dat was heel apart. Was even heel vreemd. Ik ben dus mijn laatste werkdag begonnen. Je zit eigenlijk nog midden in allerlei projecten en dingen, dat moet je overdragen. En het is best wel lastig, want ik ga mijn collega's echt wel missen. Ik had echt een hele leuke baan, leuke collega's, dus het zal even heel anders zijn. Ik hoorde van een andere collega van een ander kantoor van, oh, je wordt nu poetsvrouw. Dus ja, sommige mensen vinden het makelaarsvak wel wat interessanter dan poetsvrouw in een pension. Maar ik ben er helemaal blij mee, ik word graag poetsvrouw. En dan even mensen vermaken, verwennen, fijne vakantie bezorgen. Dat lijkt me echt ook een hele leuke baan. En dat gaan we samen doen, dat is ook leuk. Nou, ik zie het meer als hobby dan als baan. Ik denk ook dat het wel heel leuk is. En het zal niet zo zwaar worden, denk ik, als wat we gewend zijn. Collega's dus, waren lief voor je. Zeker. Ja, ik ben helemaal verwend. Mooie bosbloemen gehad. En champagne. Ik heb een grote fles champagne gehad. Die gaan we 3 oktober openknallen. Dus. En het was best wel emotioneel, maar dat zal nog veel vaker komen. Dat zal nog wel een paar keer gebeuren. Afscheidjes die we moeten nemen van iedereen. Dus wordt nog even lastig, maar het hoort erbij. Hè? Dus dit was weer een dingetje afgevinkt, de laatste werkdag gehad. Zondag gingen we uit eten in Ridderkerk. Voor het eerst dat ik Comunita Ridderkerk zat. En ik kom Ed daar tegen, na 4-5 jaar weer. Maar Ed is oude brandweerman van ons. En ik had zijn helm in de oude zaak hangen, bij het hoekje van Fred, met alle oude brandblussers en dingen. En ik heb deze van Ed gekregen om daar tussen te hangen. Maar ja, omdat we nu gaan verhuizen en ik Ed weer tegenkwam na 4 jaar, zei ik van, ik heb je helm. Dus Ed kon het nou weer lekker ophalen en gaat naar de huidige eigenaar weer. Hij gaat naar Tsjechië toe. Gaat hij mee naar Tsjechië? Ja. Oh, dus fantastisch. Leuk. Ja, de familie van mijn vrouw, daar heb ik nog steeds contact mee. En een van die kinderen is gek op de brand. Leuk. Dat je me goed doet. Ja. Nou, jullie krijgen te zien dat we bij de notaris zijn geweest. Bij de notaris hebben we getekend voor de bank.
en voor het huis. Dat was niet genoeg. Iris moest nog naar een ander gebouw toe. Ja, de rechtbank, want de legalisatie bij de notaris was gewoon de normale Nederlandse legalisatie van je handtekening. Wij moesten ook apostilles hebben. Ik wist in het begin echt niet wat het was. Ik had er nog nooit van gehoord. Of tenminste wel eens van gehoord, maar echt geen idee wat het was. Blijkt dus dat als je gaat verhuizen internationaal binnen Europa, moet je naar de rechtbank om een soort van stempels te krijgen op je legalisatiepapieren van de notaris, dat het ook internationaal gelegaliseerd wordt, dat jij bent wie je bent en wat er in je paspoort staat. Dus dat moest ik even gaan regelen en ja, dat heb ik ook gedaan en dat krijgen jullie nu te zien. Ziet er mooi uit, zo'n dikke klodder, ja wat is het? Met een rode stempel. Rood spul met een stempel erop. Een sticker volgens mij. Ziet er indrukwekkend uit, ja. Maar... ja, het staat weinig voor, maar het is zo gepiept en het kost natuurlijk weer geld. Het kost er ook geld. Nou, we zitten nu bij de notaris op kantoor. Gaan we zo tekenen voor de stukken van Oostenrijk, voor de bank en voor het huis. Ja. Eerst hier en dan gaan we naar het gerechtshof. Daar moet het Europees gelegaliseerd worden en dat heet een apostille. Dat gaan we straks doen. Ja. Eerst even hier krabbelen. En dat is heel belangrijk. En ja, het gaat hier anders, of in het buitenland anders dan hier in Nederland. Ja. Maar dat is logisch natuurlijk. En, nou, we gaan zo de krabbel zetten, dat heel, zie je straks. Heel even spannend. Doei. Nou, doei. Iris zet nu de handtekening voor het huis. We zijn aan het bijhouden voor de klanten, filmpjes. Mijn dochter monteren, dus dan... ja. Zo, deze is voor de bank of voor het huis? Voor het huis. Voor het huis. Ja, dat is filmster. Ja. Ik heb veel langer dan jij. Ja. Ja, dat was hem weer. Joe. We staan op het tekenen stukken. Oké. Okay. En nu? Bij notaris. Nou, we zijn er nu. Nu gaan we naar de rechtbank. Oké. Okay. Nou, op weg naar de rechtbank. De mooie Erasmusbrug op de achtergrond. Eens kijken of we gelijk de apostilles mee kunnen krijgen. Dat zou wel fijn zijn. Hart volgt. Doei doei. Zo, we hebben een koopakte binnen. En goedgekeurd door de rechtbank. Dat hebben Iris allemaal gedaan. Dus kan Oostenrijk. De start. Echt de start. Er kwam een journalist bij ons langs en die vertelde ons dat ze gehoord had dat we gingen verhuizen naar Oostenrijk. Dat klopt. En die heeft een fotootje gemaakt voor de deur. En dat zou bij de krant Digitaal komen. Ja, in de buurt. In de buurt, Rotterdam. Digitaal. En leuk gebabbeld met die dame. Ze had een leuk stukje op internet gezet. En Joke, die kwam koffie drinken 's morgens. De oude eigenaresse. Ja. En die zei, heb je de AD al gelezen? Nee, nog niet. Ik ben net open. En, eerst koffie en dan gaan we de krant inkijken. En ze zegt, nou moet je toch maar even doen. Nou staat er bijna een hele pagina vol met het viaduct gaat verhuizen. Of de eigenaren gaan verhuizen naar Oostenrijk. Nou, dat was echt een verrassing voor ons. Heel leuk. Leuk stukje. Ja, het is een soort van de Rotterdamse ik vertrek of zo. Hè? Stond ja, erbij. Stond erbij. En, ja. We gaan niet op tv, we nemen jullie zo mee in de vlogs op YouTube en dat gaat ook prima. En dus, ik was heel erg verrast dat er zo'n leuk stuk in de krant stond. Dat was en daar ben ik wel heel blij mee. En het klopt ook dit keer, want soms klopt het verhaal niet wat er geschreven is. Maar dit keer wat er staat, klopt ook echt. Ze hebben het goed opgeschreven. Ja, het klopt allemaal. Ja. Dus goed gedaan. De AD. Dame van in de buurt en het AD. Ja. Goed gedaan. Nou, dan komt Joke 's morgens binnen, een bakje koffie drinken. Die zegt, heb je de AD al gezien? Nou, die had ik nog niet gezien. Ze zegt, nou, moet je maar even kijken. Ik staan we een hele pagina staan we in het AD. Ja, ze zijn een paar weken geleden wel langs geweest van Rotterdam in de buurt. Het digitale blad. Dat maar niet te weten dat hij ook nog eens in het AD kwam. Nou, het was een verrassing. Leuk. Leuk stukje. Hebben ze leuk geschreven. En ik ben er wel blij mee eigenlijk. AD van dinsdag 9 augustus. Ja. En Paul, 50 jaar. Avond om niet te vergeten.
Twee leuke danseressen erbij. Hoop vrienden van Paul. Ja. En, blote billen voor de mannen. Billen voor de mannen. Ja. Mannen maar ook de damesgenoten ervan. En degenen die er niet bij waren, jullie hebben wel gemist. Want ze zagen er heel mooi uit. Met hoofdtooien en echt prachtig. Dus ga snel kijken, want... Je hebt echt wat gemist. Ja, Paul, je hebt wel gemist als je niet bij was. Paul, leuke verjaardag, ja, leuke actie. Leuke actie om die twee dames te laten dansen, zeg ja, maar. In ja, onze, ja. We vonden het hartstikke leuk. Dus kijk top maar even gauw. Een van de laatste avonden. En we nog even een Braziliaans feestje met leuke danseressen. En ik ga losgaan, hè. Zomer van de val in Ducky. Op vrijdag was onze Pien jarig. Nou, die kreeg wat lekkers met Daisy erbij. 9 jaar, hè? 9 jaar geworden, voor Benne is heel oud. Wij kregen ook een cadeautje. Wij waren niet jarig. Maar de nieuwe visitekaartjes van De Meewegstubel. Ja. Die waren binnengekomen. Hartstikke leuk, mooi geworden. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Staat adres op, wat ik nog niet helemaal uit kan spreken. Maar ja, moet ik even leren. Komt eraan. Maar ja, nou kan ik het kaartje pakken en zeggen, kijk eens, hier gaan we wonen. Ja. Kaartjes zijn binnen, dus ik heb ze even overal neergelegd. Voorkant, achterkant. Dan kunnen we iedereen laten zien waar we zitten. En heeft iedereen het adres die daarin geïnteresseerd is. Ik heb ze even overal neergelegd. Hier. En elk vulpakje. Daar zitten ook kaartjes in, zodat jullie overal een kaartje mee kunnen nemen van ons nieuwe pensionnetje. En we zijn er weer klaar voor vandaag. En daar ligt onze jarige Jetje. Gefeliciteerd, Pini. 9 jaar. Straks heb je feestje, hè? Komt Daisy op je feestje? Ja, Millie is er al, hè? Ja, 9 jaartjes vandaag. Hé, oude sok? Ja. Berner bonusjaren zijn dat. Ja. Wat een memmeis. Nou, straks gaan we even je feestje filmen. Tot zo. Nou, het was de bedoeling dat je er even mee deed, dames. Dus hapslik weg bij jullie. Daisy ook een. Mooi, hè? Verjaardagsfeestje van Pien. Niet af gaan pikken, hè, Pien? Ja. Was die van Pien? Nee, die was van Daisy. Maar Pien heeft hem alweer op. Hè? Millie ook zo goed als. En wat vonden jullie van het nieuwe kaartje? Wij vinden het hartstikke leuk. We hebben echt moeten kiezen uit heel veel logo's. Ja. Sommige mensen zeggen, oh, Jägermeister. Maar voor ons is het heel anders dan het Jägermeister logo. Het ziet er anders uit. Dol op hertjes. En jij vindt zo'n hertkop ook heel mooi. Ja, ik vind het ook mooi. En er moest Edelweiss in. En de datum. En ik hou van rond. Dus vandaar weer rond logo. Ja, en de datum waarop het huis gebouwd is, zeg maar, 1961 staat erop, vinden we leuk. En waar het is. En de Meewegstubel. En ja, de naam. De Meewegstubel is naar een berg die naast ons huis is. Ja. Meeberg heet die berg, ja. Ik vind hem mooi. Ja. Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden. Ja. En, Dus voor ons, nieuw kaartje, nieuw begin, nieuwe zaak. En daarom in deze vlog stellen we ook de nieuwe eigenaren voor. Want die gaan ook iets nieuws beginnen. En zij vertellen wat hun plannen zijn. En wat ze met de naam doen. En dat ga je nu allemaal zien. Ik ben er blij mee. Ik denk dat ik met trots kan kijken dat deze mensen het verder gaan doen. Ja, als we in Nederland zijn, dan we blij zijn dat het allemaal lekker doorloopt. Dat de dartteams allemaal nog darten in het viaduct, in het ducky. En dat we alle bekende koppen weer zien als we een keertje langskomen. En dat ze goed verzorgd worden allemaal. Ja, schrijfgeld
ja. blijven zij betalen. En ja, dat is gewoon zoals wij het ook deden. En het zijn gewoon gezellige, leuke mensen die verstand van dart hebben. Ja. Verstand van de horeca en een bar hebben. Ja, en ieder doet het op zijn eigen manier. Maar ik denk dat zij het ook echt wel zo'n beetje doen zoals wij. En leuker voor de echte darters. Met heel veel energie. Voor de niet-darters eventueel ook nog een hapje en wat andere dingen eromheen. Ze hadden het al over een burger. Ik ben benieuwd. Ja. Zodra ze er zijn, kom ik ze ook gelijk proeven. Ja. Dan kan je me niet blij mee maken. Ja. Maar ik kom voor de burger weer even terug. Even proeven. Ja, dus moeten jullie ook doen. We gaan ze nu aan je voorstellen. Komt-ie. Daar komen ze. Hoi, ik ben René op Café Viaduct. En dit is... Marije van Dubbel 10. Hoi, ik ben Joshua, ook van Dubbel 10. Marije en Joshua gaan Café Viaduct overnemen. En die gaan 30 september hier beginnen. En houden ook van darten. Absoluut. Zeker. Ja, heel erg zelfs. En jullie gaan ook darttoernooien doen. Ja. En rekens. Ja. Competitie. ABO, RDO, belangrijkste. Rijnmond, blijf gewoon lekker doorgaan. Ja. Onder hun steun. En ik denk dat ze er meer verstand van hebben dan ik. Nou, cijfer wel. Ik kan niet zo goed darten. Wat heel veel gevraagd wordt door iedereen. De naam. Wat gaan we daarmee doen? Ja, ja. Ja, daar hebben we over nagedacht. Want jullie staan natuurlijk al heel erg lang. En het Duckie, het viaduct, is natuurlijk echt wel iets wat heel bekend is. Vooral in deze regio. Dus daar wilden we eigenlijk niet aankomen. Toen heeft onze marketingdeskundige gezegd, nou weet je, misschien zitten jullie over 10 jaar wel met veel meer dubbelteams door het hele land. Dus eigenlijk moeten we dat samenvoegen. Dus dat hebben we gedaan. Dus het wordt dubbelteam, het viaduct, het wordt gewoon een mengeling van. Ja. Mooi zo. Ja. En Max Verstappen, wat gaan we daarmee doen? Nou ja, er zitten natuurlijk wel heel veel fans aan de bar, moet ik me laten vertellen. Dus ja. Ook dat moet gewoon door. Ja. En het voetballen gaat ook weer door, hè? Ja, voetballen zijn er ook. Ja, heel belangrijk. Ja. We zijn al begonnen met de competitie natuurlijk. En er komen veel mensen kijken en het is gezellig. Nou, daar heb ik dus helemaal geen verstand van. Dus mocht je binnenkomen en ik ben aan het werk en er staat geen voetbal op, laat het me even weten. Want ik snap er helemaal niks van. Ik ook niet hoor. Zijn ze al gewend voor mij. Ik weet ook niks van voetbal. Er is een dartwedstrijd. Kan je mijn vader zetten? Ja, is goed. Voetballen. En dan dat blijft wel doorgaan. Ja. Komt goed, de klanten herinneren ons wel, hè? Ik heb gehoord dat jullie ook een cateringbedrijf hebben. Ja, goed. Gaan we dat hier ook terugzien? Nou, ik heb gezien dat jij wel een broodje frikandel doet. Met chili saus, hè? Ja. Ik heb gehoord dat jij blijft slaan bij mij kan doen. Ja, natuurlijk. We willen natuurlijk dat ze als de darters van hun werk terugkomen, geen tijd hebben om te eten in de tussentijd. Dan zorgen wij ervoor dat vanaf de koude maanden dat er dan een lekker hapje voor je klaar staat. Een daghapje of misschien iets met een burger. Gaan we wel uitkomen, toch? Ja, we willen gewoon kijken of we dat ben ik, daar ben ik helemaal ben ik eerst klant, want ik wil een burger van je. Oeh, ja, is goed. Met een slaapblaadje. Komen we ergens snel halen, als ja, we kunnen. Ja, snel halen. Moeten jullie ook doen, want ik heb gehoord dat het daar heel erg goed is. En sommige darters weten het, want die zijn al bij Dubbel 10 geweest in Arnhem. En die hebben mij verteld dat het daar echt goed is. Oh, mooi. Nigel, Sabrina, ja. Die hebben dat allemaal al verklapt. Leuk. Dus hun kennen jullie al. Dat is een zachte introductie. Ja, ik ben al ingezijnd. Ja, dat gaan we ook nog doen. Ja, we willen nog wel een feestje geven, hè? Dat is wel leuk. We gaan een samenwerking, een afscheidsfeestje en een welkomstfeestje doen. Van Marijn en daar krijgen jullie nog alles van te horen. Snel. Gooien we op de socials. Ja, dan gooien we op de socials. Hoe we dat gaan doen. Misschien nog een tenootje. Gaan daar wel even wat leuks voor zitten. Niet in oktober, maar in september gaat dat gebeuren. Ja. Dus dat, ja, dat is snel. Dat is snel. Vlug, na de vakantie vlug terug met leuke dingen. Dus blijf volgen hoe hun het gaat doen en wat wij gaan doen. Precies. Tot snel. Ja, toen gingen we verhuizen naar het eiland. Dus, Het huis moet opgeleverd worden. Ja, er moest ingepakt het moet leeg. Worden. En we moeten toch nog even ergens slapen. Ja, dus het eiland is ons zomerhuisje. Dat hebben we al 29 jaar. Vlak na ons trouwen hebben we dat gekocht. En toen hebben we het eigenlijk na een aantal jaren in een oud bouwvallige schuurtje gewoond te hebben. Hebben we toen een nieuw huisje neergezet. Toen had jij 3 avonden in de week naast je gewone baan... bij Vet en Joker gewerkt en hadden we heel hard gespaard om een nieuw blokhutje neer te zetten. Dus dat is ons zomerhuisje. En dat hebben we nu sinds 2000, hè, dat huisje waar we nu in zitten. En daar verblijven wij als we in Nederland zijn. En we hebben daar onze kleding gestald en de dingen die we gelijk nodig hebben als we in Oostenrijk zijn. Dus
ja, je hebt toch denk ik wel de eerste tijd dat de container komt met onze meubels ook wel dingetjes nodig. Dus die hebben we allemaal meegenomen en dat zit op het eiland. En dat gaat straks weer mee in de auto. Nou, zijn toe. Ja, met de honden en alles erbij. Ja, dan gaan we op pad. Dus gaan we eens kijken hoe dat ging, want de hele caddy zat vol. Hè? Ja, de caddy zat goed vol. Ja, en een bootje om heen en weer te varen ook. Nou, het wachten is op René met de spulletjes. Eerste lading, volgens mij hoor ik hem al. Dan gaan we even overvaren hier. Ja, daar is hij. Alle zooi die naar het eiland gaat. Dat is dan ook alle zooi die met ons meegaat naar Oostenrijk. Die niet met de verhuiswagen meegaat, maar wat we gelijk nodig hebben. Of denken nodig te hebben in het begin. Veet viaducten nog op. Nou ja, dat wordt dan meewegstubel. Andere stickers. Gerard sticker, we hadden andere stickers nodig. Hallo. Zo, eerste stukje van het huis leeghalen. Ja, zei ik ook al net. Naar ons eilandje toe. Ja. Dus, we gaan lekker vol met zooi. Hè? De boel uitpakken. De kleding die we gelijk nodig hebben. En het lijkt een barbecue, maar er zit geen barbecue. Het is de bankhoes van de bank op het eiland. Mijn strijkijzer ook makkelijk. Nou, allemaal zooi. Nou, we gaan de boot vullen. Ja, dat moet dan daarin. Dus dat gaan we doen nu. Ja. Nou, Koekoekplein hebben we dus helemaal ingepakt. Eerst zijn we naar het eiland toe gegaan met wat spulletjes. En merendeels is ingepakt door Iris. Keihard gewerkt eraan. Ik moest nog werken in het café. Ik was in het café. Ik was al klaar. Ik had het makkelijke en het leuke werk. Iris mocht alles inpakken. Ja, het zware werk. 140 dozen gekregen. Ik dacht, nou, zo'n spullen hebben we helemaal niet voor 140 dozen om dat te vullen. Maar ja, ging toch wel heel erg hard. We hebben er wel wat overgehouden. Er zijn wat dozen. Gelukkig hebben we niet zoveel 140 gevuld. Maar we hadden niet zoveel rotzooi als de verhuizer verwacht had. Het hele huis stond wel vol met dozen. Het was chaos en... Ja. Bloedheet, dus het is een paar dagen afzien geweest, maar ja. Ja, we hebben niet de goede periode uitgezocht. Nee, zo warm, het was heel heet en we hebben slecht gegeten en jij moest nog werken heel de dag en jij baalde dat je niet mee kon helpen. Ja, en ja. Het was allemaal best wel een beetje stressvol, maar uiteindelijk is alles de container ingegaan, het paste. Toen zijn we nog naar het café komen rijden, daar zijn ook nog wat spullen ingepakt, vliegtuigvleugel die is ingepakt. En de belangrijke dingetjes wat rond zit zijn ingepakt. We hebben hier ook een terras in Oostenrijk straks. Ja. Dus gaan we hetzelfde terras een beetje krijgen, alleen kleiner dan wat jullie hebben. Ja. Bij jullie blijft die gewoon groter. En ik neem er een paar waar we er staan. Zo, dan wat een dozen. Ja. Ik heb hem zo gesteld. Want een zooi heeft een mens, hè? Trek het nog? Ik trek het nog, ik weet alleen niet meer wat wat is, maar dat zien we morgen wel. Ik ga wel zeggen, dat moet mee, dat moet mee, dat, moet, dat niet, dat wel, dat niet. En het wordt echt een zootje. Oh ja, dit is wat het is, hè? Die papa is in de schuur, denk ik. Yo, in de schuur. Trek je het nog, morgen de verhuizer? Sorry, wat zei je? Trek je het nog, morgen de verhuizer? Nee. Kom goed. Nog even een avondje, een nachtje, ochtendje knallen. Ja. Vanochtend 8 uur. We kunnen net zo goed hier op de bank slapen, denk ik. Dan kunnen we de vuizen ontvangen. Jullie chillen lekker. Uit een eten, hè? Eten. Laten wij ze heel gaan uit. Gaan we zo doen. Nou ja, uit is niet het hoogste probleem, maar eten. Hè? Eten. Ja. En door. Nou, daar komt de verhuiswagen aan. Moeten we nog even achteruit erin rijden. Ben je er klaar voor? Ja, ben jij er klaar voor? Nee. Nou, het gaat nou echt beginnen.
de wagen. Nou, toen kwam Marcel. Marcel kwam op zijn vrije dag. Met zijn... nog verontschuldigend voor zijn kleding. Door ja. Ik denk van waarom, dat is helemaal niet nodig. Nee, maar... Zo vind je op chic, Marcel, echt niet nodig. Je mag nee. Gewoon je spijkerbroekje langskomen. Gewoon zoals je bent. Daar houden wij van. Hè? Ja. Lekker gewoon. En Marcel kwam met het koopcontract. En dat hebben we getekend. Op vrijdag. Ja. En de maandag daarna hebben... De kopers, de nieuwe eigenaar, het getekend. Die hebben het ook getekend. Alles rond. Alles in kan en kruiken. Ja. Dus wij zijn eigenlijk helemaal Ik ben blij. En de nieuwe eigenaar is ook blij. Ja. Want die weten zeker dat ze het hebben nu. Ja. En alles is rond eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Hè? Ja. Ja. Ja, dus dat... klaar. We zijn vierkant. Wordt we zijn er klaar voor. Ja. Dus het koopcontract van het café. Die is dus verkocht. En dat gaat in vanaf 30 september. En dat is het belangrijkste even. En de makelaar heeft een vrije dag en gewoon is het t-shirt. Ja, en ik in mijn verhuiskleding. Zelfs op zijn vrije dag komt hij het even doen voor ons. Nou, is dat niet top? Helemaal goed. Even kijken. Ja. Nee, maar laat maar gaan naar de volgende. Ja, dus, oh, wat voelt me belangrijk nou. Niet één. Ja, dat moet je drie keer doen, hè? Handtekening. Oh, hier al. Ja. Inventarislijst. Handtekening. Ja, maar ook een braafje. Hele boekwerk moet geparafeerd worden. Zo ben je. Extra, ja, nee, ga niet vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel, alles. Helemaal goed. Top. Nou, dat was het. In de volgende vlog gaan we naar Oostenrijk toe. Ja. Alweer. Nu ook wel een stukje vakantie. Maar nu een stukje vakantie. Ja, gaan we zelf lol maken. Ja. En, leuk. Ja, lekker eten. Lekker eten. We hebben een etentje met muziek erbij. We gaan een dansant doen. Dus, ja. In een bierschuur. Leuk, apart. Ja. Dat laten we ook nog allemaal zien. Laten we zien. En kunnen jullie meegenieten van de kunsten van de zangeres van de band. Ja, helemaal. Superleuk. Ja, meestal een dolle boel, dus... Het wordt voor ons de tweede keer. De eerste keer vonden we het al helemaal leuk en hilarisch. Ja, hilarisch, leuk. Het zal nu ook wel weer zo zijn. Laten we wat natuur zien. Ja. Mooie meren. Zeeën heet het daar natuurlijk. Ja, en wat je kan doen daar. Ja. En, een beetje klimmerklauteren, wandelen. Watervalletjes. Wat er allemaal te doen is. We gaan een klein stukje weer laten zien wat er te doen is. Hè? Dus niet al te veel filmpjes gaan mee. Nee. We willen ook nog een beetje vakantie vieren, maar... Maar we laten een hoop zien weer. We gaan toch weer wat laten zien. Blijf kijken. Ja. Tot de volgende keer. En, abonneer je. Ja, op YouTube. Gratis. Abonneren. Maar dan blijf je ook Facebook kijken, nieuwe website kijken. Tot de volgende. Doei. Doei. En ook het naambordje gaat er vanaf. Als het goed is. Kijk nou joh, wat een dropje. Wat een drop. Nou, we nemen hem. Oh, wat een lekker vingertje heb ik. Jij hebt lekker scherpe tanden. Nee, ook wel. Hoe mooi het hier is.